Wijkservice Het Vollehof is geopend. Hier kunnen inwoners uit de wijk Vollehoven van jong tot oud terecht voor wijkbewonersinitiatieven, ontmoeting, een studieplek, gezelligheid en nog veel meer. Bij deze feestelijke opening waren veel mensen aanwezig. Om participatie in het wijkcentrum meer uitnodigend te maken, werd een wedstrijd bedacht waarin bewoners zelf werden uitgedaagd om een naam voor het wijkcentrum te bedenken. Deze naam werd vorige maand bekendgemaakt. En uiteindelijk werd de wedstrijd uitgeschreven. En hoe leuk was het dat wij over de 55 aanmeldingen hebben gehad met allemaal namen, allemaal voorstellen. En bijna 5 mensen hadden vrijwel een identieke naam. En uiteindelijk is het die naam geworden, Het Vollehof. Ja, dit is een geweldig mooie mijlpaal. Dit is een van de speerpunten uit het actieprogramma wat we Vollehoven hebben opgezet. Zoals u weet, Vollehoven vooruit. Een mooi programma waar we een aantal jaar echt aan de slag gaan in Vollehoven om hele mooie dingen te doen. Voor bewoners, maar ook met bewoners. En als je dan kijkt dat ja, het Vollehof, het nieuwe ontmoetingspunt midden in Vollehoven, vandaag geopend wordt. Ja, vind ik echt een gigantisch mooie mijlpaal. Ja, de volgende mijlpaal ligt natuurlijk in een beetje de gebiedsontwikkeling waar we mee bezig zijn. We gaan kijken hoe we het binnengebied, waar onder andere nu de sporthal staat en de oude schoolgebouwen, ja, hoe we daarmee om kunnen gaan in de toekomst. We gaan ook kijken hoe we het hele buitengebied daaromheen, het groengebied, een upgrading kunnen geven. We zijn druk bezig om te kijken of er een calisthenics apparaat kan komen. Dat is een sportapparaat waar mensen hun spieren aan kunnen testen en oefenen. We zijn met FC Utrecht bezig om te kijken, samen met IT for Kids, of er een speelbox kan komen waar allerlei sportartikelen in zitten. Dus we proberen echt iedere keer iets toe te voegen aan de wijk waar de mensen ook echt iets aan hebben. Wat doet Hans ook veel dat het Vollehof klaar is? Ik heb natuurlijk best een verleden hier in de buurt. Ik heb heel lang voor de woningcorporatie gewerkt. En heb hier ook 10 jaar gewoond in de buurt. We hebben samen met een aantal collega's het ambitiedocument Vollehoven vooruit gemaakt. Aan de hand van allerlei informatie en dingen die we hebben opgehaald bij al onze partners waarmee we werken. Maar vooral ook bij bewoners. In 2019 is dat geweest. En ja, dit is een van de concrete eerste stappen die gezet is om het ook echt tastbaar te maken. Dus het doet veel, zeker. En ik hoop ook dat het echt gewoon een groot succes wordt.